en welkom bij een nieuwe video. Mijn favoriete video zoals we inmiddels al weten. De video waarin ik met de Promjar mijn TBR stapel ga opstellen. Oftewel de boeken die ik wil gaan lezen. Dat is een beetje mijn doel in de komende maand. En dit keer is dat maart. Ik heb het afgelopen maand uitstekend gedaan. Ik heb mijn hele TBR stapel gelezen, alle 5. Dit zijn de 5 boeken die we vorige keer op de stapel hadden gezet. Ik heb ze gelezen en daarnaast heb ik nog 5 andere boeken gelezen. Dus ik heb 10 boeken gelezen, dat is niet normaal, voor mij in ieder geval. Als je wil weten wat ik van de 5 boeken vond en welke 5 andere boeken ik heb gelezen, dan kun je de februari weer bekijken, dat is de vorige video. Dus, maar nu de boeken die ik wil gaan lezen in maart. Ik heb in januari 7 boeken gelezen en in februari dus 10 boeken. Maar ik denk dat ik nog steeds 5 boeken ga kiezen voor de TBR stapel, omdat ik het wel heel fijn vind om een beetje een gerichte stapel te hebben, maar hè, nu heb ik veel meer gelezen dan in 5, om dan daarnaast ook nog ruimte te hebben voor mijn eigen keus. Misschien dat dat ook wel een reden is waarom het zo goed ging, omdat ik echt veel boeken las die ik wilde lezen. Dus ik hou het gewoon even bij 5. Ik vind dat een heel fijn aantal. Dus we gaan weer 5 boeken kiezen met de Promjar. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik hou hiervan. Er is trouwens 1 prompt waar ik heel bang voor ben dat ik die nu pak. Dat is de prompt van een boek dat matcht met je nagels. Ik heb elke keer dat ik mijn nagels doe, hou ik er rekening mee. Welk boek zou hier eventueel bij kunnen passen voor als ik deze video film? Dit is de eerste keer dat ik de video film met, ik wil het niet laten zien, niet gelakte nagels, korte nagels, afgescheurde nagels, oneven nagels. Het is vreselijk. Dus, laten we hopen dat we die prompt niet krijgen. Normaal hoop ik altijd dat ik hem krijg. Deze maand niet. We gaan naar de eerste prompt. Een boek waar je niet veel van hebt gehoord. Dat is leuk. Ik wil namelijk in 2024 veel meer boeken lezen die je niet altijd op internet ziet of BookTok of normaal waar ik zeg maar mijn boeken vandaan haal. Dus gewoon een boek die me bijvoorbeeld aansprak in een boekwinkel of tijdens het thriften, noem maar op. Even kijken. Nou, ik kan eigenlijk de hele bovenste rij al elimineren. Tweede rij heb ik deze. Die heb ik al jaren. De rest hoor ik heel veel over. Onderste rij. Ja, deze. Ik heb 2 opties. De ene heb ik al wat langer en de andere heb ik onlangs gekregen. Je mag raden welke ik wat langer heb en welke wat nieuwer is. Laten we beginnen met die ik al wat langer heb. Dus die heeft al wat gelere pagina's. Ik denk dat ik deze heb sinds ik 15, 16 ben. The Light Between Us van Katie Kahn. Ik heb deze al heel vaak opgepakt tijdens deze video's volgens mij. Waar gaat het over? Geen idee. Even lezen. Oké, ze zijn altijd al vrienden geweest. Er is ineens iets veranderd. En dan staat er, het gaat ook over tijdreizen volgens mij. En er staat iets van, Thea and Isaac have always been friends, but maybe that wasn't how it was supposed to be. Volgens mij gaan ze tijdreizen en wordt daarin hun vriendschap veranderd naar liefde. Het klinkt heel erg leuk. Ik snap wel waarom ik heb gekocht. Uit welk jaar komt dit boek? Hé, hey, zit zelfs een boeklegger in. 2018. Dus het is best nog wel een recent boek. Tenminste, als je 2018 recent vindt, ik vind het wel recent. Nou, leuk. Oké, ik vind het een hele leuke optie. En de ander is ook een leuke optie, want deze heb ik onlangs van mijn moeder gekregen. The Reader van Bernhard Schlink. Volgens mij is het een Duits origineel boek, vertaald naar meerdere talen. En dit is de Engelse versie. Mijn moeder heeft hier de film van gezien. Het gaat ook over oorlogstijd, volgens mij na de oorlog. Waarin 2 personages elkaar volgens mij weer zien na een hele lange tijd. Het gaat ook over boeken en lezen, als ik het goed heb. Mijn moeder zag de film en ze dacht dat ik hem leuk zou vinden. Ze zag dat het een verfilming was van een boek. Dus ze heeft het boek voor me besteld. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dus deze wil ik ook heel graag lezen. Wat een keus. Oké, een boek waar je niet veel van hebt gehoord? Ja, allebei niet. Ik heb deze allebei nog nergens voorbij zien komen. Maar dit is een internationale bestseller. Dit is niet. Ofwel, ik weet niet. Ik woon in Nederland en ik heb hem, dus waarschijnlijk wel. Oh, wat een moeilijke keus. Maar ik denk toch dat ik voor deze wil gaan, omdat mijn moeder hem dus cadeau heeft gedaan. En ik wil haar heel graag vertellen wat ik ervan vind. Het is ook een genre die ik al een tijdje niet meer heb gelezen. Literatuur, fictie. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit het eerste boek wordt. Even kijken, waar kunnen jullie het zien? Hier, ongeveer. Goed puntje. Zo, The Reader is het eerste boek. Ik zet deze terug, maar ik moet zeggen, hij heeft mijn interesse wel wat meer gekriebeld dan de andere keer dat ik hem heb opgepakt. En ik heb The 7-Year Sleep gelezen. Die staat hier ergens achter mij. Daar. Dat was ook een roman over tijdreizen. Dus, en dat was een 5 ster voor mij. Dus wellicht moet ik hem binnenkort eens gaan oppakken. Misschien komt er een andere prompt. Ja, waar die nog bij past. Het tweede boek. Een boek dat deel is van een serie. Ah! Als jullie de vorige keer van de TBR opstellen video. Was dat een zin? Geen idee. In ieder geval als jullie de vorige video hiervan hadden gezien, dan wist je dat mijn doel voor februari was om
heel veel series uit te lezen. Dat is gelukt. Kijk maar even naar de wrap-up van februari. Want daarin zie ik heel veel series. Tenminste boeken van series heb gelezen. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Ik heb volgens mij nu 2 series waar ik mee bezig ben. Throne of Glass. Ik moet nu naar boek 4. En Magnolia Parks. Daar moet ik nu het laatste boek van. Die net is gepubliceerd. Oeh. En ik heb hier Caraval staan. Die wil ik dus gaan beginnen. En ik heb nog veel meer delen van series hier staan die ik wil beginnen. Eerste delen. Maar ik wil eigenlijk gewoon een boek pakken van een serie waar ik mee bezig ben. Dus dat is of Magnolia Parks Into the Dark. Die wil ik heel graag lezen. Want ik heb 3 andere delen van deze serie in februari gelezen. Dus ik zit er nog helemaal in. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk elke dag meerdere momenten aan deze characters. Ik kan ze niet loslaten. Hun problemen, hun wereld, alles wat er is gebeurd. Hele goede optie. En de andere optie die ik heb, ja, ik heb heel veel opties. Nogmaals, heel veel eerste delen staan hier nu. Maar een serie waar ik nu middenin ben is dus Throne of Glass. En ik moet nu naar Air of Fire. Het zijn allebei ook best wel, nou vooral deze, echt flinke bakstenen. Ik vind dat ik deze moet doen, omdat ik echt even door moet met deze serie. Want het zijn echt een flink aantal boeken. Dus ik vind dat ik deze moet doen. Maar als ik kijk naar wat voel ik, wat wil ik graag lezen, in wat voor mood ben ik, wat is een boek die ik waarschijnlijk hierna, na het boek dat ik nu lees, zou willen oppakken. Dat is deze. Want ik zit hier gewoon echt nog middenin. Ik ga voor deze. Bovenop de Reader. De Reader is zo'n dun, klein, teder boekje. Dan komt echt dat dikke blok van Magnolia Parks erop. Ja, gebroken, witachtige thema. Dat vind ik mooi. Misschien dat ik hem nog kan oppakken. Deze wil ik ook echt lezen. We hebben er al 2. We hebben er nog 3 te gaan. De volgende. Een boek dat je boekbestie kiest. Dat is Marieke. Natuurlijk. Ik ga er hebben. Volgens mij is ze aan het werk. Maar ze reageert altijd super snel. Dus ik ben benieuwd. Ik zeg. Ik ben bezig. Voor mij heb ik haar al eerder in een video gehad. Dat ze mijn boek moest kiezen. Dus dat is wel grappig. Met het filmen van het samenstellen van mijn maart TBR. Ze leest het nu al. Volgens mij is ze aan het werk. Hoe kan ze zo snel reageren? Dat heeft ze altijd. Ik denk, nu we het er toch over hebben. Oeh, ik stuur haar even de prompt. En natuurlijk een foto van de keuzes. Hoppakee. Dus vertel, zeg ik. Oké, wat denk ik dat ze gaat kiezen? Ik heb zo mijn vermoedens. Zij is bezig met de tandem read van Throne of Glass. Dus Air of Fire zou kunnen. Want ze wil heel graag met mij verder praten over de serie. Wat ook een goede optie is Caraval. Want wij hebben laatst weer, we doen af en toe boeken voor elkaar kopen. Blind book dates maken, heb ik ook een keer een video over gemaakt. En wij hebben laatst weer boeken voor elkaar gekocht. En zij heeft Caraval voor mij gekocht. We hebben allebei een hardcover voor elkaar gekozen dit keer. En ik vroeg een fantasy aan haar. Zie hier. En ik zei ook, ik wil wel een hint van romance erin. En zij vroeg een boek waarvan ik denk dat zij het 5 sterren gaat beoordelen. En ik heb haar Powerless gegeven. De hardcover versie, die is zo mooi. Ik heb zelf de paperback. Maar goed, ik heb van haar Caraval gekregen. Dus wellicht dat ze zegt dat ik deze moet gaan lezen. Want die heeft ze mij dus cadeau gedaan. Verder, wat zij misschien zou kunnen zeggen. Mile High, die heeft ze mij ook cadeau gedaan in de kerstblind book date video. Die moet ik dus ook nog lezen. Shadow and Bone, volgens mij heeft zij de serie daarvan gekeken. En zij wil zelf heel graag The Deal lezen, die hele serie. Dus misschien wil ze wel dat ik hem ook lees. Maar ik denk toch dat zij echt of voor Caraval gaat of Air of Fire. We gaan kijken wat ze nu zegt. Ze zegt in grote letters, hahaha, Air of Fire, de. Moet even met iemand over de serie kunnen praten. En daarna, die had ik niet verwacht, of Babel, daar heb ik heel veel over gehoord. Dus ze zegt, of deze. Die heb ik trouwens gekocht waar ze bij was, dat is ook heel grappig. Maar ze zegt niet eens Caraval. Dat had ik echt verwacht. Maar ja, Air of Fire had ik wel zien aankomen dat ze die zou willen. Daar ben ik wel blij mee, want die wilde ik ook al oppakken bij een deel van de serie. Helemaal mee eens. En hij past bij het kleurenthema. Wit, gebroken wit, prachtig. Ik zal haar even bedanken voor de keuze. Goed, we hebben al 3. We hebben een literair boek. We hebben een romance uit de serie. En we hebben een fantasy uit de serie. We zijn al lekker divers bezig. We gaan naar de volgende. Een boek dat je Instagram-volgers kiest. Wat leuk. Maar hoe ga ik dit doen? Wat leuk. Moet ik ze dan keuzes geven? Want ik kan niet dit plaatsen en dan al die reacties gaan lezen. Even nog terug naar Air of Fire. Marieke zegt, ik ben zo benieuwd wat je over Air of Fire vindt. Het is een beetje het begin van het eind. Net als bij de vuurbeker van Harry Potter, dan begint ook de strijd. Dat belooft wat. Ik ben zo benieuwd. Maar goed, mijn Instagram-volgers moeten kiezen. Ja, ik ga ze denk ik een keuze geven tussen 2 boeken.
Ik denk dat ik ze ga laten kiezen tussen twee romans. En dit is in ieder geval een romantische comedy. Ik weet niet of dit ook een comedy aspect heeft, maar in ieder geval een roman. Maar wel twee populaire romanschrijfsters. Better Than The Movies. Ik hoor hier zoveel positieve dingen over. Ik vind haar schrijfstijl fijn. Dus dit zou kunnen. Of, deze heb ik onlangs al gekocht. Dit zal mijn eerste boek van Abby Jimenez worden. Een hele bekende schrijfster. Part of Your World. Oké, ik heb hem gemaakt. Ik heb gevraagd welk boek zal ik toevoegen aan mijn TBR voor maart. En dan dus de twee keuzes van de boeken. Dus ik zet hem erop. Ik leg hem weg. En we gaan zo meteen kijken welke van de twee ik ga toevoegen. Ik leg ze nu even aan de kant. Oké, dat is dan boek 4. Dus dan gaan we nu eigenlijk het laatste boek wel kiezen. Dus we hebben niet heel veel tijd om de mensen te laten stemmen. Maar ik krijg altijd best wel snel reacties. Dus we gaan nou gewoon kijken wat er uitkomt. En dat is het. Wie weet dat het over een half uur anders is, so be it. Vrije keuze. Nou, wat lief van de prompt jar. Oké, dan ga ik het boek kiezen die ik met mijn boekclub ga doen. Tadaa! Dit is het boek die ik met mijn boekenclub dus ga lezen. Ik heb nu een groepje van in totaal 12 meiden. En die wonen allemaal bij mij in de buurt in Noord-Nederland. En we hebben ook nu al een datum geprikt voor begin volgende maand. Dan gaan we denk ik hem ook bespreken. Gaan we een nieuw boek kiezen, noem maar op. We gaan elkaar voor het eerst zien in het echt. Dat is ook wel heel spannend. Het is echt heel erg buiten mijn comfortzone dat ik dit heb gedaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Maar we gaan dit boek dus lezen. En ik had zoveel reacties gehad toen op mijn Instagram. Toen ik dus zei van wie wilt een boekclubje voor me. Dat ik dacht, weet je, ik ga wel gewoon op mijn Instagram en in mijn TBR video's delen welk boek ik ga lezen voor mijn boekenclub. Welke ik per maand dus ga lezen. En dan als je wil kun je hem ook op je TBR zetten. En dan kunnen we hem ook samen lezen. En dan kunnen we in de wrap-up ook wel bespreken hoe je hem vond en zo. Dan heb je een beetje op afstand een soort boekenclubje met elkaar. En dan kun je toch meedoen met het maandelijkse boek. Alleen dan echt elkaar ontmoeten in het echt elke maand. Dat doe ik dan met dat groepje alleen. Maar dat lijkt me wel een leuk idee. Dus wil je meedoen met het boek lezen per maand, dan moet je dus deze video's in de gaten blijven houden. Mijn Instagram. En voor de maand maart is het Bright van Ellie Hazelwood. Dit is haar nieuwste boek. Die is onlangs uitgekomen. Haar eerste fantasy. Met romance erin. Volgens mij is het ook een young adult. Dat weet ik niet zeker. Maar het gaat over vampieren. Het gaat over weerwolven. Het geeft mij Twilight vibes. Klinkt heel interessant. Dus dan wordt dit de vrije keus. Het doorbreekt wel het kleurenpalet dat we hier gaande hadden. Maar hè, het moet maar even. Er is nu ongeveer 5 minuutjes voorbij gegaan om te stemmen op mijn Instagram. Ik ga kijken wat er tot nu toe uit is gekomen. Al zijn er maar 2 mensen die hebben gestemd. Wat de meerderheid zegt, gaan we doen. Dus we gaan kijken. Oh, er zijn 20 stemmen. Nou, prima. Maar het is heel duidelijk wat de meerderheid zegt. Namelijk 85%. Dat zijn in dit geval 17... Oh, er is nog een stem bijgekomen. 18 stemmen. Better Than The Movies. Volgens mij is Better Than The Movies veel populairder dan Part of Your World. Je ziet het maar. Het is wel echt heel overtuigend. Oh, er zijn meer stemmen. We hebben nu 25 stemmen. Ja, het gaat echt heel snel. 20 stemmen. 80% zegt Better Than The Movies. Ik denk niet dat dat dan nog gaat veranderen. Volgens mij is duidelijk dat dit boek is gekozen door de Instagram-volgers. Dus die komt erbij. En gelukkig hebben we niet de prompt gehad van het boek dat matcht met mijn nagels. Want dat was echt niet best geweest. Wellicht volgende maand. Maar voor nu is dit de boekenstapel geweest. Je ziet de reader niet eens. Wacht even. Ja, daar is hij. Ten eerste dus het boek waar ik niet veel over hoor. The Reader. Ik had daar nog nooit wat van gehoord tot mijn moeder ermee kwam. Dus heel leuk. Daarna een boek dat een deel is van een serie. Dat was natuurlijk Magnolia Parks, Into the Dark. Hij is echt heel zwaar. Och. En toen een boek dat mijn boekbestie koos. Dat is Marieke. En dat werd natuurlijk Air of Fire. Voor mij het 4e deel voor Throne of Glass. En ik ben heel erg benieuwd. Dus die. En toen het boek dat mijn Instagram volgers hebben gekozen. Better Than The Movies van Lynn Painter. Dus we hebben mijn boekbestie laten kiezen. En we hebben Instagram volgers laten kiezen. Superleuk. Deze, een romantische comedy. En een boek als vrije keuze. Dus ik koos het boek die ik toch al ga lezen in maart. Namelijk een boek die ik ga lezen met mijn boekenclub. Bright van Ellie Hazelwood. En je kan natuurlijk op afstand meedoen met dit boek. En dat is het 5e boek die we hebben gekozen. Ik vind het een mooie stapel. Want ik heb weer helemaal zin om te gaan lezen. Ik leg de reader even bovenop. Want die arme schat wordt helemaal verplet door Magnolia Parks. Op zich past het wel bij Magnolia Parks. If you know, you know. Mooie stapel. Ik ben er heel blij mee. En als je wil weten of ik ze daadwerkelijk lees, volg even de video's van komende maand. Want misschien komen ze daar wel in voor. En anders natuurlijk de wrap-up van volgende maand. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je bij de volgende video. En dat wordt een leesvlog over hoeveel ik kan lezen
naast mijn werk als juf 4 dagen in de week. Als je benieuwd bent, blijf vooral kijken. En dan zie ik je daar. Doei doei!